Mooie mensen, fijn dat je kijkt. Ik wil graag de Bijbel met je open doen bij Matteüs 14. En het verhaal lezen wat ook wel de wonderbare spijziging van de 5000 heet. Vrouwen en kinderen niet meegerekend, dus misschien wel meer dan 10.000 mensen die een feestmaal krijgen van Jezus. Het is zo mooi om te zien, Jezus deelt uit. Iedereen eet en kan weer verder, want er is nieuwe kracht. Ik hoop dat dit moment ook voor ons allemaal weer nieuwe kracht geeft om voort te gaan in zware tijden. Ik wil met je lezen Matteüs 14 vanaf vers 13. Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten en vanuit de steden volgden ze hem over land. En toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. En bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden, dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg. Laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar Jezus zei, ze hoeven niet weg. Geef jullie hun maar te eten. Ze antwoordden hem, we hebben hier niets, alleen 5 broden en 2 vissen. Hij zei, breng ze mij. En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden. Hij gaf ze aan de leerlingen en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. En iedereen at en werd verzadigd. En toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze 12 manden vol. Er hadden ongeveer 5000 man gegeten, vrouwen en kinderen, die meegerekend. Ja, dat is weer zo'n prachtig wonder van Jezus, wat uitloopt op overvloed. Iedereen at, staat er, en werd verzadigd. Maar het begint niet met overvloed. Het begint met gebrek en behoefte. Jezus en zijn leerlingen wilden heel graag naar een afgelegen plek. Waarom eigenlijk? Nou, uit de evangelie kun je 3 redenen opmaken. De eerste vanwege verdriet. Johannes de Doper was zojuist vermoord door Herodes. Het nieuws had Jezus bereikt. Hij wilde een rustige plek om daar het verlies te kunnen verwerken, om te rouwen. De tweede reden kun je halen uit Markus 6. De 12 waren net op zendingstage geweest. Ze hadden demonen uitgedreven, zieken genezen, onderwijs gegeven. Ze komen terug bij Jezus. Ze vertellen de verhalen. Ze zijn super enthousiast. En dan zegt Jezus, het is tijd voor vakantie. Jullie zijn vermoeid. Je hebt rust nodig. De derde reden. Jezus verlangde naar verlichting van geestelijke druk. De Herodes, die zojuist Johannes had vermoord, was onvoorspelbaar. Wat zou hij nog meer gaan doen? En Jezus wilde even onder de radar verdwijnen. Naar een afgelegen plek. Kortom, er was verdriet, er was vermoeidheid en er was een verlangen naar verlichting van geestelijke druk en daarom de afgelegen plek. En dan moest ik aan denken in deze zware tijden, ken je die behoefte misschien wel aan troost, omdat er verdriet is vanwege alles wat gebeurt in de wereld? Ken je die behoefte aan nieuwe kracht, omdat er misschien vermoeidheid is vanwege alles wat nu op je afkomt en je moet een nieuw ritme vinden, niets is vanzelfsprekend. Ken je die behoefte, dat verlangen naar verlichting van geestelijke druk vanwege de dreiging die op ons af lijkt te komen? Jezus kende het op zijn manier samen met de leerlingen. En ze gaan naar die afgelegen plek, maar het is geen afgelegen plek. Want als ze daar aankomen, zijn er 1000 mensen. En wat ik dan zo schitterend vind aan Jezus, hij ontvangt hen vriendelijk. En de dag vordert. Hij deelt uit, hij geneest, hij raakt aan. En de leerlingen zeggen op een gegeven moment, het is echt wel tijd dat u de mensen wegstuurt. Nee, het is niet nodig, zegt Jezus. Geef jullie hun maar te eten. De leerlingen weten geen raad met die opdracht. Maar dan komt Jezus met een prachtige zin. Zeg tegen de mensen, ga maar zitten in groepen van 50 en 100 in het groene gras.
En in onze oren, wij horen daar echt iets anders dan de Joodse leerlingen. Kijk, want wij denken, ga maar zitten. Oftewel, maak het jezelf gemakkelijk. In groepen van 50 en 100. Oftewel, dat is handig met tellen. In het groene gras, want dat is zo prettig. Maar die Joodse oren, die Joodse leerlingen, die dachten echt, wat gaat Jezus doen? Ga maar zitten, hoorden zij als, ga maar aanliggen. Oftewel, ik ga een maaltijd bereiden. En in groepen van 50 en 100, dat was in de Joodse oren een tafelschikking voor een feestmaal. Jezus, wat gaat u doen? Een feestmaal in de wildernis? Hier is toch helemaal niks? En dan ook nog in het groene gras. Details zijn belangrijk. En de Joodse oren hoorden daar Psalm 23, grazige weiden. Jezus gaat voor ons zorgen. Jezus dekt de tafel in de wildernis. En hij zegt, kom maar eten, er is overvloed. Ik wil geven wat je nodig hebt. Troost en verdriet. Kracht en vermoeidheid. Verlichting van geestelijke druk. En ik vind het zo'n magnifiek mooi plaatje. Juist in deze tijd. Juist in coronatijd. En ik heb begrepen dat van de 25 best bekeken programma's er 18 zijn. Actualiteitenrubrieken en journaals. Oftewel, we zijn een soort van slaaf geworden van het nieuws. En we vullen onze gedachten en onze systemen met alles wat de media ons aanreiken. Dat kan je ook zo uitputten. En dan geloof ik dat het juist vandaag zo nodig is om die volzin van Jezus te koesteren. Alsjeblieft joh, ga toch zitten. Maak tijd en ruimte om je te vullen met wat ik jou geven wil. In groepen van 50 en 100. Het wordt een feestmaal. In groen gras. Want ik ben je goede herder. En ik wil voor je zorgen. Ja, mooie mensen. Het is zo gemakkelijk om ons eindeloos te laten vollopen met coronanieuws. Maar zullen wij alsjeblieft voor zorgen dat we tijd nemen om te zitten in het groene gras. Om te ontvangen van Jezus. En ons te laten vullen met wat Hij voor ons heeft. Daartoe wil ik ons en ook mezelf aansporen. Want alleen bij Hem is werkelijk nieuwe kracht in zware tijden. Zullen we daarvoor bidden? Heer Jezus, dank u wel dat er bij u troost is in verdriet om wat er in de wereld gebeurt. Dank u wel dat er bij u nieuwe kracht is in vermoeidheid, bij alle dingen die anders zijn, die op ons afkomen. Dank u wel dat er bij u verlichting is van geestelijke druk. Want u bent koning en herder. U weet ons te leiden naar groene weiden, naar fris water. En we willen tegen u zeggen, ja Jezus, we willen gevonden worden aan uw voeten. We willen ontvangen van u. Geef ons de moed en de kracht om er tijd voor te nemen. En u, uw werk aan ons hart te laten doen. In Jezus' naam. Amen.